Het RIVM, de experts, zeggen als we meer kunnen testen, wordt onze aanpak beter. Exact. Als je dan je realiseert dat we in een race tegen de klok zitten, ja, om besmetting te voorkomen, dan is meer testen, dat spaart levens. Ja. Dat betekent dat ik een beroep wil doen op u en alle collega's in uw branche om de volksgezondheid voor te laten gaan. En de volksgezondheid voor laten gaan betekent dat je niet zegt, er staat ergens een recept op internet, maar u heeft dan niet de kwaliteit die nodig is voor onze machines. Dat betekent verantwoordelijkheid nemen om het hele proces van A tot Z zelf met die microbiologen door te nemen, zodat we niet zo'n tekort oplopen. En ik begrijp nu uit het verhaal dat daar geen bezwaar tegen is. Mijn oproep is, en ik doe dat met klem, en het maakt me helemaal niet uit welk bedrijf, zet nu alles op alles om te zorgen dat die testcapaciteit op orde komt. En we hebben al heel veel tijd verloren. Nederland test minder dan sommige andere landen. En dit gaat over mensenlevens. In de huisartsenpraktijken, de verpleegkundigen nemen persoonlijke risico's omdat er te weinig getest wordt. Dus het beroep, en de minister is niet gek, die stuurt in een Kamerbrief, er zijn tekorten, Roche kan niet op tijd leveren. Het gaat om een gevecht op de wereldmarkt om dezelfde spullen. Als ik dan hoor, we kunnen het hier zelf maken, dan verwacht ik dat u daarbij gaat helpen. Maar vanaf morgen reken ik u en uw bedrijf erop af of u alles doet om zoveel mogelijk te produceren. De winst komt de andere keer.